Nou, er zijn jonge geitjes en die zijn dan zo heel schattig. Ben je blij dat je naar de kinderboerderij mag? Wat vind je het allerleukste dier dan? Die pauw. Ik wist nog nooit dat die zo lang kon zijn. Ik dacht dat hij veel kleiner was. Als ik zie hoe blij de mensen zijn, enthousiaste kinderen. Ja, kinderen die nog waarschijnlijk nog nooit eerder op een kinderboerderij zijn geweest. Die gieren het uit. Dat is geweldig. We zijn een keer langs gefietst, maar we zijn nooit naar binnen geweest. Dat is voor hem de eerste keer dat hij hier is. Ja, hij is heel enthousiast. Eindelijk weer even naar buiten, even ergens naartoe met de kleine. Dus leuk om even hier aanwezig te mogen zijn. Voor de dieren was het wel even fijn, even een beetje een rustige periode. Maar ik weet zeker dat ze de mensen ook gemist hebben. Mag jullie vanaf woensdag al open? Waarom hebben jullie pas vandaag de deuren weer geopend? Ik zag nog even de laatste voorbereiding klaarmaken. Nog eventjes goedkeuring ook vanuit de gemeente en vanuit de instelling. En vandaar dat het net iets langer heeft geduurd dan afgelopen woensdag. Maar goed, nu hebben we het gewoon helemaal tip-top voor elkaar en kunnen de mensen weer gewoon volop genieten. Dat maakt het die paar dagen niet zo heel veel uit. Ja. Ik loop de hele middag over met een glimlach voor Orte door. Dit is waar we het voor doen. Zijn jullie wel helemaal bedoeld? Nou ja, ik denk persoonlijk dat de kinderboerderij voor iedereen gewoon toegankelijk is. En als je het leuk vindt, waarom zou je er niet gaan natuurlijk, hè? Hebben jullie het gemist? Ja. Heel erg. Ja, nee, we gingen hiervoor, tenminste voordat alles dicht ging, regelmatig naar de kinderboerderij. Eigenlijk door het hele land wel. Ja. Dus we hebben het zeker wel gemist. Ik ben blij dat we er weer zijn nu.